We zijn net aangekomen op Le Mans, het 24 uur circuit. Ongeveer nog 3 uur tot de start en dan gaan we los. We hebben er zin in. Dus, om 3 uur ja, starten we. We gaan nu alle 3 naar de fiets. Ja. Jullie vertrekken als een raket. Ik ga in de buurt zitten. En dan ben je zo lang mogelijk rijden. Ja, en dan moeten wij zeker gewoon 24 uur rijden. Nou, om te beginnen 3 uur. Goed. Hoe lang is jouw eerste beurtje? Ik weet het niet. Tot iedereen van de duo's gedropt is. Ja, dus we kunnen best wel proberen om met z'n drieën bij elkaar te blijven de eerste uur, toch? Dat zou wel kunnen, ja. Oké, okay, goed plan. Let's go. Droppen! Wat zijn jouw verwachtingen een beetje? Nou, het is sowieso super lastig om hier te winnen. Vorig jaar viel alles onze kant op. We hebben super sterk gereden en dit jaar kijkt iedereen naar ons. Dus het wordt wel heel pittig. Maar ja, we zijn hier met 2 mega sterke teams, dus ik heb er wel echt heel veel zin in. Het is wel echt uniek. Ja, ik weet niet, toen ik hier de eerste keer was, als je dit ziet, dat je denkt van ja, ik rij zo meteen op dit legendarische circuit, is wel, dat blijft heel bijzonder. Ik weet niet wat jij denkt als je nu voor het eerst hier bent. Ja, wel echt heel bijzonder. Dit is echt waar 24 uur races vandaan komen. Dit is, waar het groot is geworden. Ja. En de wielerwedstrijd is hier ook het grootste evenement. Ik zal je zo meteen eens laten zien hoe de wisselzone eruit ziet. Want dat is hier in de pitstraat. Ja. En dat zijn namelijk hele bijzondere regels hier in Frankrijk. Je moet een bandje overgeven. Je mag maximaal 20 per uur rijden. Want er is serieus een flitspaal. Er staat gewoon een gast met een lasergun. Een lasergun die staat gewoon te flitsen. Ongelooflijk. Dus, en de straf is een ronde tijdstraf. Dus het is echt een... Ja, als je die pakt, dan ben je eigenlijk bijna uit koers. Dus het is echt... 20 per uur is echt de max. Zo. Dus ik zal je de pitstraat eens eventjes laten zien. Ja. Let's go. Yes. We zijn hier in de pit. En dit is eigenlijk een heel belangrijk moment. We komen daar vandaan, gaan het circuit af. En dat doen wij dus 1 keer in de 2 uur. Ja. Wisselen we. En je rijdt dus aan deze kant verder. En je ziet dus hier achter ons de snelheidsmeter. En als je dus harder dan 20 per uur rijdt, dan krijg je echt een jurystraf. Oké. Okay. Hey, en hoe ziet dat eruit dan als je te snel rijdt, Koen? Laat het zien. Ik doe even een demonstratie, kijk. Dus de kunst is natuurlijk dat je bij de pitstraat, vlak voordat je hem inrijdt, nog 50 rijdt. En dan vol in de ankers gaat, dus zorg dat je remblokken goed zijn nog. En dan terug naar 20, steady 20 doorrijden, of ietsjes erboven. En dan vol gas, wisselen vol gas. Nee, het is 1 keer, krijg je een waarschuwing. En de 2e keer is het gewoon direct een ronde terug. Professionele organisatie, dat kan je niet anders zeggen. Nee, daar valt niet over te twisten. Tof. Mooi. Zullen we onze eigen fitbox laten zien? Ja. Goed plan. Vet, let's go. Yo. Zo, ja, we zijn hier dus in de pitbox, aan de pitstraat. Zitten wij hier direct met de ploeg. Ik zal even laten zien wat er gebeurt hier. Koen, wat zien we hier eigenlijk? Nou ja, laten we met het belangrijkste beginnen. En dat is natuurlijk ons bijtankstation. Oh ja. Dus zo'n stint gaat niet in de koude kleren zitten. Je moet zorgen dat je snel bijgetankt bent. En wij anticiperen daar op deze manier op. Ik weet niet hoe andere teams het doen, maar dit lijkt elk jaar best wel goed te werken. Maar we hebben hier stoeltjes voor direct ervoor en daarna. Dus als je terugkomt van je stint, kan je hier eventjes uitpuffen. Dan krijg je een stijlshakeje. Aan de andere kant, hier hebben we dus de... materiaal om in te rijden. Ik wil vertellen over de fase na de stint. Is dat er direct begeleiding klaar staat om je op te frissen. Je krijgt eten als je dat nodig hebt gelijk. Ze hebben altijd cola klaarstaan, water klaarstaan. Inderdaad wat Luc zei, herstelkseen klaarstaan. Dus je wordt direct in de watten gelegd en dat voelt wel heel goed als je zo hebt afgezien in de stint. Ja, eens. Ja. Zeker als je 's nachts terugkomt en je bent bloedheet, maar dan wordt het wel snel koud, want dan is het hier gewoon koud. Dan staan ze gelijk met een jackie en word je verplicht om een stelshake te nemen. Warm washandje, vaak, heerlijk. En dan even uitbollen hierachter.
En dan naar boven, naar de slaapplek. Wat geprobeerd aan te vallen, maar ze zaten elke keer op het wiel direct. En wind tegen kwamen ze dan weer erbij. Thijs, heb je een beetje zin in? Ja, zeker. Spanning ook wel, of dat niet? Ja, een klein beetje. Dus kijk wat dat heeft, de eerste drie uurtjes. En vannacht zien we wel. Nou Tino, jij hebt natuurlijk ook een grote bijdrage in deze race. Wat doe je nou precies? Nou ja, ik ben teammanager samen met Arjan. En wij zorgen natuurlijk dat de wissels onderling soepel verlopen. En we bepalen uiteindelijk ook de strategie. In zo'n 24 uur gebeurt er van alles. En elke keer zullen we de strategie weer moeten aanpassen of we iets moeten verzinnen. Om toch kijken of we voor de winst of voor het podium kunnen gaan. Het is 20 minuten over 5. We hebben de afgelopen 6 uur hebben we vol in de aanval gereden. We hebben 2 tot 3 minuten voorsprong gehad op Cineo en Socopa. Nu zijn Brent en Mark in de baan. En die lopen nu verder uit met 3 minuten 30. En we hopen dat we op de nummer 3 en 4 nu een ronde voorsprong pakken. Zodat we meer controle krijgen in de wedstrijd. En het is mijn laatste Le Mans als teammanager. Daarna heb ik een andere rol. Dus het zou wel mooi zijn als we dit hier weten te bereiken. Zo Tino, de laatste renners gaan nu het veld op. De baan in. De baan in, ja. Wat verwacht je ervan? Moet nog iets gereden worden of is het nu echt wel goed zo? Nou ja, het is wel goed. Ze moeten het nu met elkaar maar uitvechten. Zorgen dat we die twee uur heel doorkomen. Dus, en wij moeten uiteindelijk wel voor de winst nog gaan sprinten. Dus, dus de jongens moeten wel attent blijven. Ja, want de jongens rijden natuurlijk allebei op eerste en tweede plek. Dus dat is ook wel een dingetje. Ja. Maar, en de laatste twee rondes gaan ze het uitvechten, toch? Ja, de laatste twee ronden laten we het uitvechten. We willen wel dat ze een eerlijke competitie van maken. En eerst maar zorgen dat we in die laatste twee ronden komen en dan zoeken ze het maar uit. Altijd spannend als je aan de leiding de laatste uren ingaat van de wedstrijd. We hadden beslist om in de finale er echt een koers van te maken en geen show. Dus dat was wel even schakelen van het moment dat we elkaar mochten beginnen aanvallen, zeg maar.
Ja, het voelt dan toch wel ook een beetje raar. Je hebt 24 uur samengewerkt naar een hoogtepunt, naar een eventuele overwinning. En om dan tegen elkaar te beginnen rijden, dat is wel even aanpassen. En dan moet je die knop omzetten en dat hebben we ook gedaan. We gingen dan eigenlijk samen toch naar de sprint. En dan, ja, Mark zat aan de leiding eigenlijk, maar we zaten een beetje in het gedrum van het peloton. Ja, ik kwam dan als eerste over de meet, Mark zat een beetje ingesloten. Ik had toch ja, misschien liever de sprint gereden zonder dat dat gebeurd was. Maar natuurlijk zijn we super blij met de overwinning. En we hebben samen gewerkt naar die overwinning toe. We hebben uren samen kop over kop gereden en ik denk dat dat het belangrijkste is, dat we gewoon heel goed samengewerkt hebben. Iedereen sterk, iedereen zijn steentje bijgedragen. Ook de ploeg, het duo, Thijs en Jean, hebben echt sterk gereden hun eerste keer op Le Mans samen en toch meteen naar die vierde plaats toe. En ik denk zeker met enkele werkpuntjes, ja, een beetje leerschool voor hun, dat ze zeker volgend jaar daar op het podium kunnen staan. Nou, dit was de 24 uur van Le Mans 2022. We hebben met de ploeg het maximale uitgehaald, plek 1 en 2. Dus we mogen terugkijken op een geweldig weekend met een topprestatie. Ja, we mogen zeker ook niet vergeten, denk ik, van de gele omkadering te bedanken. Zij hebben ook deel uitgemaakt van deze overwinning en tweede plaats en ook de vierde plaats. En zonder hun was het zeker niet gelukt.